Zaadcel plus eicel wordt embryo. Het meest fundamentele sommetje van het leven is steeds beter te sturen door de medische wetenschap. 1 op de 8 koppels heeft moeite om kinderen te krijgen. Medisch bioloog Sjoerd Repping staat aan het hoofd van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het AMC in Amsterdam. Hier zoeken ze naar nieuwe en betere manieren om dat allereerste begin een handje te helpen. Ja, mijn grootste motivatie om dit werk te doen is enerzijds omdat ik merk dat het zo superbelangrijk is voor mensen om kinderen te krijgen. Dat is de meest basale wens in het leven vaak. En dat je mensen daarbij kan helpen bij wie het niet lukt, is natuurlijk fantastisch. En tegelijkertijd is het wetenschappelijk super interessant, omdat we totaal geen idee hebben hoe sommige hele basale processen die we allemaal hebben doorgaan toen we nog een embryo waren, hoe die werken. Eigenlijk valt ons onderzoek te verdelen in 3 belangrijke componenten. Aan de ene kant kijken we naar bestaande behandelingen, die evalueren we om te zien wat het beste is voor patiënten. Daarnaast doen we meer fundamenteel biologisch onderzoek om te begrijpen waarom sommige mensen wel en sommige mensen geen kinderen kunnen krijgen. En als laatste kijken we naar de ervaring en beleving van patiënten van al die behandelingen. Een van de voorbeelden waarin dat heel duidelijk is dat die 3 componenten bestaan, is een onderzoek waarbij we kijken of het voor patiënten die IVF-behandelingen ondergaan zinniger is om eerst al hun embryo's in te vriezen voordat we ze gaan terugplaatsen. We denken namelijk dat de hormoonkuur die vrouwen bij IVF gebruiken niet alleen leidt tot de ontwikkeling van meer eicellen, maar ook tot vermindering van de ontvankelijkheid van het endometrium, het baarmoederslijmvlies. En tegelijkertijd heeft het misschien ook wel invloed op de kwaliteit van eicellen. Dus in het onderzoek kijken we naar de effectiviteit van de behandelingen. We evalueren hoe patiënten de behandeling ondergaan. En we proberen biologisch te begrijpen wat er met de eicellen en het endometrium gebeurt. Ja, het lijkt heel gek dat de medische wetenschap niet altijd weet wat het beste is voor de patiënt. Maar toch is het een feit dat de helft van alle medische behandelingen, niet alleen in de voortplanting, maar eigenlijk in alle vakgebieden in de geneeskunde, dat we daar geen goede wetenschappelijke basis voor hebben. Die behandelingen zijn ontstaan uit ideeën van bepaalde individuen, uit overleving, uit traditie en zijn niet zozeer wetenschappelijk onderbouwd. Dus daar ligt een hele grote uitdaging voor de gehele geneeskunde om te achterhalen welke behandelingen nu zinnig zijn en welke dat niet zijn. Naast het evalueren van bestaande behandelingen doen we ook onderzoek naar nieuwe behandelingen. Zo is bekend dat kinderen met kanker die behandeld worden met chemotherapie heel vaak onvruchtbaar worden. Daar willen we wat aan doen. Dus wat we daar hebben bedacht is dat we bij die kinderen, als ze nog heel klein zijn, een stukje van hun testikel kunnen invriezen en bewaren. En daar later, als de kinderen volwassen zijn geworden, hun kanker hebben overleefd, maar onvruchtbaar zijn geworden, dat we uit dat biopt kleine stamcellen kunnen isoleren en vermenigvuldigen. En die kunnen terugplaatsen, zodat die kinderen weer in staat zijn om zelf kinderen te krijgen. Dat werkt nu nog niet, maar ik verwacht dat we binnen nu en 5 jaar dat ook echt in de praktijk kunnen toepassen. Ja, de grootste uitdaging is en zal blijven om steeds beter te begrijpen hoe dat nieuwe leven nu ontstaat. En ik hoop dat we met die kennis steeds beter in staat zullen zijn om patiënten met vruchtbaarheidsproblemen te helpen om hun kinderwens te vervullen. Of misschien nog heel veel beter om helemaal te voorkomen dat ze onvruchtbaar worden.